Ja, meestal staan we dan nog een beetje te dol in de lift. Gaan we naar de bus. We zien je. Ellie en Rob Bouwens uit Hoogvliet. Ellie mist een onderbeen en heeft een spierziekte. Rob heeft 2 keer een herseninfarct gehad. Beiden maken al zeker 10 jaar gebruik van vervoer op maat. Het speciale vervoer voor mensen met een beperking. IKEA, de stad, de markt in Rotterdam. Afgelopen zaterdag zijn we naar de film geweest. Diergaarden en ja, noem het maar. Alle uitjes eigenlijk. Voor mij heel belangrijk. Ik kan zelf niet met openbaar vervoer. Nou, vanwege ook de prikkels en de massaliteit in een metro. Ik raak dan in paniek en... Ja, zeker met die pasjes nu. Ik zou vergeten in te checken, uit te checken. Kom ik wel goed op die bestemming. En nu, ik word voor de deur opgehaald en ik word op de plaats neergezet. Zeven minuten bij TV Rijnmond gaat deze week over vervoer op maat. Aanleiding is dat deze vorm van vervoer na 1 januari niet meer wordt uitgevoerd door de RMC, die dat 23 jaar heeft gedaan, maar door een nieuwe organisatie, Travel. Een keuze door de gemeente Rotterdam gemaakt na een aanbestedingsprocedure. Het wordt spannend. Voor mij wordt het echt spannend. Dat ik denk van ja, wat gaat er gebeuren? We hebben wel wat informatie gekregen. Ik heb mijn eerste ritten nu geboekt. Dus we gaan het afwachten. Ik heb de Tweede Kamer aangeschreven. Ik heb iedereen aangeschreven. Iedereen zegt dat het goed komt. Nou, we zitten nu einde van het jaar. Komt niks goed. Heb ik mijn spullen al binnen? Nee. Kan ik al ritten boeken? Nee. Ja, dus u wilt opgehaald worden bij de hoofdingang. Ga ik zo nog even de ritten met u doornemen. Mocht het zo zijn dat er iets niet doorgaat of dat er iets verandert, dan wordt er natuurlijk contact met u genomen. Het RMC-hoofdkwartier aan de Keenstraat in Rotterdam-Spaanse Polder. Hier worden niet alleen vervoer op maat ritten geboekt, maar werkt men ook voor andere vervoerders. En dat betekent dat de overgang van vervoer op maat naar travel niet tot gevolg heeft dat deze werknemers automatisch werkloos worden. 4 medewerkers van het eerste uur halen herinneringen op aan 23 jaar vervoer op maat. Ome Jan naar de zwemles. Ja, naar de zwemles. Ja. Ook altijd even voor een mop te vertellen. Ja, ook. Kennen iedereen bij naam. Ja. En we hadden het speculaasvrouwtje. Ja. Die kwam elke week of om de week, dat weet ik niet meer. Maar die kwam op zaterdag altijd speculaas brengen. Ja, dat zijn toch wel dingen die je blijft onthouden. Alsjeblieft. Dank u. Goedemorgen, is je weer. Goedemorgen, meneer. Bouwens. Vorig jaar kregen we één keer in de zoveel tijd een folder van de RMC met wat er allemaal aan de hand was. En ik zit dat te lezen en er stond op een gegeven moment, je kon een wens insturen. Nou ja, die wens, ja, iedereen wil naar het buitenland natuurlijk, naar een warm land. Maar wat mijn wens was nou eigenlijk, wat gebeurt er met mijn telefoontje? Nou, we zijn daarbij opgehaald. We zijn naar de Keenstraat toe gegaan. En mijn idee was altijd, ze zaten aan een soort van tafeltje, ritjes te boeken. En de Viva en de Libella te lezen. Nou, ik kwam daar binnen, ik wist niet wat ik zag. Het was een en al high-tech wat ik zag. Ja. Je krijgt ook echt een band met mensen als je hier werkt. Ja, als je ze vaker op de telefoon krijgt, zeker weten. Dus Ed, weet je nog een mop? Of heb je even tijd? Je bent aan je werk, maar aan het werk, maar de klanten, daar ontstaat een band mee. Ja. Zelfs zo dat als we die uitkijken, een rit aannemen, wat normaal 1,5 minuut duurt, wel 5 minuten duurt. Omdat die klant dan toch even over die pijnlijke knie of even het verhaal van de zieke dochter of iets wat even kwijt wil. Ellie, jullie zijn ook getrouwd met vervoer op maat? Ja, 30 september 2016. We hoefden ook niks te doen voor die dag. Alles werd geregeld. En waarom was dat? Nou, om eerlijk te zijn, 2015 hebben we wat problemen gehad. Toen zijn we in contact gekomen met mevrouw Hofman. En mevrouw Hofman was van vervoer op maat? Van vervoer op maat. Klantenservice? Klantenservice, denk ik. Die is bij ons thuis geweest in april en toen hebben we alles uitgesproken. En toen hoorden ze eigenlijk dat we 30 september gingen trouwen. Zegt ze, ik ga dat voor jullie helemaal regelen. Maar ja, toen was ze weg en toen had ik zoiets, ja, april, september, dat is nog zo lang weg. Maar echt, we kregen een week van tevoren een berichtje dat alles geregeld was. Hoe laat en nou, het is allemaal perfect gegaan. We waren echt
verbouwereerd toen dat gebeurde. Als je op verjaardagsfeestjes vertelde dat je hier werkte. Ja, dan had iedereen wel een slechte ervaring misschien? Of ja, niet? Altijd. Altijd, ja. En dat was ook altijd het eerste gesprek wat begonnen met verjaardag. Jullie zijn altijd te laat. Je is altijd te laat. Vervoer te laat. Ja. Ja. En wat zei je dan? Nou, je probeert uit te leggen hoe het werkt, maar niet dat het helpt. Nee, dat helpt niet. Kijk, mensen die willen gewoon het busje klaar. Maar dat is altijd lastig, want de klant die bestelt een wagen en die wil gewoon om 11 uur opgehaald worden. Ja. En die koopt daar niks voor als je zegt van ja, sorry mevrouw, maar het is, we hebben een drukke ochtendspits. De chauffeur heeft een lekke band of heeft een aanrijding. Daar kopen ze niks voor. Ze willen gewoon om 11 uur opgehaald worden en that's it. We gaan mevrouw. Ja. Ondanks de onzekerheid die Ellie en Rob Bouwens hebben over de toekomst en ondanks de klachten die ze wel hebben gehad over vervoer op maat, willen ze absoluut het volgende nog kwijt. Bedankt vervoer op maat voor de fijne ritten en de veilige ritten. Dankjewel. Dank jullie wel voor alles. Fijne feestdagen en een gezond 2018. Dank jullie wel.